Daar zijn we dan weer met een nieuwe video. Vandaag is het één dag na mijn operatie. En ik heb op dit moment nog een verbandje om. Ik had eerst nog meer, maar dat heb ik eraf gehaald. En dat was echt super goor, want het bleef helemaal plakken in de wond. Ik ben dus geopereerd. Is allemaal heel goed gegaan. Ging best wel snel. Dus dat is leuk. En nu kan ik deze eigenlijk ongeveer niet gebruiken. Ik kan kijken, ik kan weer een beetje bewegen. Eerst was die helemaal verdoofd. Ik kreeg namelijk een verdoving in mijn oksel. Die liep dan eigenlijk vooral vanaf mijn onderarm tot hier. En ja, als ik gewoon mijn vinger zo pakte, dan leek het net of ik een dode hand aan het aanraken was. Dat is zo gek. Maar goed, we zijn weer terug met een nieuwe Wish video. Ik heb namelijk echt ontzettend veel Wish pakketjes binnengekregen. En ik heb hier nu een aantal meegenomen. Ik zit vandaag ook in een dederhuis, want zij is op vakantie. Dus ik ben lekker samen met Is op dederhuis aan het passen. 5 pakketjes en we gaan eens kijken wat we weer hebben gekregen. Ik moet ze met 1 hand openmaken, dus ik ben benieuwd hoe alles gaat. Oké, ik weet denk ik wel een beetje wat alles is. Ik heb natuurlijk een beetje stiekem gevoeld. Maar het zijn op zich best wel leuke dingen. We gaan beginnen met deze. Hier heb ik er nu 3 vormen en deze zaten alle 3 in 1 groot pakketje. Dus ze hadden dat bij elkaar gestopt, zeg maar. Dus we hebben hier weer mooi 3 pakketjes. Sorry als ik zo'n rare camera angle heb, maar you know how we doing. Ah ja, dus dit. Ah, dit is eigenlijk best saai. Dit is namelijk telefoonhouder voor op je brommer of op je fiets of zoiets. En ik heb hem dus gekocht voor op mijn brommer. Want nu als ik op de brommer zit, kan ik dus nergens mijn telefoon laten. Ja, in mijn jaszak. Maar dat is best wel onhandig, want als je bijvoorbeeld niet de weg weet of je hebt muziek aan of zo, ik weet het niet. Dan is dat best wel handig. Oh, ik heb ook een mooi kleurtje uitgekozen hoor. Kijk eens, mooie roze telefoonhouder. Wat top. En ik had laatst een telefoonhouder van Enzo zijn step gekregen en die had ik om de brommer gemaakt. Maar die had niet van dat schroefdraad hier en daardoor ging die heel snel los. Dat is best wel vervelend. Maar deze heeft dat wel, dus dat is echt top. En bij deze denk ik dat ik iets heb besteld, namelijk een broek en nog een broek. Ik heb namelijk gewoon een broek besteld op Wish. Ik ben zo benieuwd of ze vet zijn. Op het plaatje zagen ze er best dik uit. Ik heb er 4 in totaal besteld en ik weet niet welke 2 dit zijn. Het is een beetje de vraag. Ik had eentje namelijk besteld, die vond ik oprecht vet op het plaatje. En eentje had ik besteld, die vond ik op zich wel gek, maar ook wel weer daarom wel vet. Oh, dit is de, ik vond hem gek, maar toch wel grappig om te bestellen, broek. Hij is blauw met wit. Oké. Op het plaatje zag hij er echt veel, zeg maar, hard materiaal. Het is best wel zacht materiaal. Check dit. Ja, jullie zien er waarschijnlijk niks aan, dus we moeten hem zo even aantrekken. Dat duurt best wel lang, maar ik ga het toch doen. Komt-ie. Ik heb een nieuwe broek aan, jongens. Wat vind je ervan? Het lijkt een beetje op zo'n ouderwetse skibroek. Ja, maar op plaat zag hij er best vet uit, vond ik. Maar wel een beetje apart. Maar hij is gewoon heel zacht, voel ook. En hij is een beetje kort. Ja, hij is dus wel een beetje kort. Ik was even vergeten dat ze natuurlijk... Een soort van regen. In Azië zijn ze altijd best wel klein. Zelfs de Comme des Garçons, dat merk met het hartje is dat. Comme des Garçons. Ja, ik kan niet uitspreken. Maakt niet uit. Maar die moet je ook altijd matengrootte bestellen, omdat die best wel... Een M is daar zeg maar gewoon een S. Ja. Maar ja, dat is dus hier ook het geval. Broek nummer 1. Dit is hem. Kijk jongens. Ik heb even het verband eraf. Het is nu een paar dagen verder sinds het laatste shot van mijn mooie broek die ik op Wish had gekocht. En jullie zien het. Mijn hand is een beetje dik. Kijk, normaal heb ik een beetje van die kattenklauwtjes hier zo. Zie je ze? En hier heb ik die niet. Nou, het bewegen gaat al best wel goed. Ik kan best wel weer met mijn vingers. Mijn pols zelf nog niet helemaal. Maar ik dacht, misschien is het leuk om even de rest open te maken. Oké, we hebben hier dus nog een broek. Maar die gaan we niet openmaken. Dat is niet leuk. Want die broek was erg lelijk. Deze is daarentegen wel heel leuk. Het is nou leuk. Weet je wat het is? Nee. Wil je het weten? Dat is echt heel leuk, is dat? Yes, sir. Jij moet het even doen. Lukt mij niet. Weet je wat het kan? Vliegen. Ja. Echt? Ja. Hoe weet ik dat? Denk ik hoor. Weet het niet zeker. Weet het niet zeker. Nu weet ik het echt niet meer, want het zit wel in een vreemde doos. Ben wel heel benieuwd nu. Lijkt wel op een Nintendo boxje. Of... Ja. Echt hè? Nintendo boxje. Kijken. Oh! Ja! Het is wel vliegen. Mini drone. Hold in. Die ziet er wel heel vet uit. Ja, hij is echt heel mini hoor. Ik ga hem gelijk testen. Ja. Ik kan hem sowieso niet, waarschijnlijk is hij leeg. Oké, even kijken of die überhaupt niet leeg is. Dit doe je heel goed aan. Dan sloop ik het straks weer. Ja,
Dat is normaal wel iets voor jou, ja. Oké, ik denk dat die aanstaat. Oh, dit ziet eruit alsof het leeg is. Geen batterijen? Nee. Dat meen je niet. Het ziet er ook gewoon uit of die nooit gaat werken. Ja, oké, okay, Daan, waar zijn we nu achter gekomen tijdens het lezen van de instructies? Je moet naar de Apple Store. Nee, je moet niet naar de Apple Store. Ja. Je moet hem scannen. Hij staat denk ik niet in de Apple Store, namelijk. Er staat search wifi cam in Apple Store. Oh, maar je kan ook gewoon die scannen en dan heb je hem. Oké, okay, sorry, ja, het wel gelijk. Maar, waar zijn we achter gekomen? Ik ga meestal eerst naar stap 1 en dan pas naar stap 2. Ah, dat is het. Jij denkt vooruit. Ja. App Store. Wauw. Had ik net zo goed gelijk App Store Wifi Cam kunnen opzoeken. Ja, jij hebt gelijk. Sorry. En ik ben ondertussen dit proberen te openen, maar het lukt mij niet. Hij herkent mijn gezicht niet. Nee, dat snap ik. Ja! Oké dan. Nou, dan gaan we die dus downloaden en ik ga deze even vullen. Zo, kijk waar dat ding is geweest. De kleine ding. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. De afstandsbediening doet het. De drone ook. We zijn nu aan het verbinden. Oké, probeer eens nu naar die app te gaan. Yo guys! We made it. Oké, we gaan ermee vliegen en dan gaan we even kijken. Daan, ben je klaar voor? Daar gaan we. 3, 2, 1. Komt hij wel omhoog. Oh, zo. Oh, 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 oh. Oh, ik ben in de boom. Jezus. Oh, hij zit even vast. Wacht even hoor. Hij zit op de boom. Oké, hij doet het weer. Ja, hij is alleen even uitgevallen. Dat is niet erg. Even kijken hoor. Ja, daar gaan we. Nee, niet. Hallo? Ja, ja, daar gaan we. Komt ie. We zijn weer gestart. Wow! Voor jou ook een keer. Ja, is goed. Het is vet hoor, voor zo'n kleine drone. Oké, daar gaat Daan. Rechts is gewoon sturen. Ja. Oh, dit gaat nu ook fout. Ja, maar dan moet je die andere kant op sturen. Ik stuurde nog niet eens, maar hij ging al. Ja, maar misschien heeft hij nu dus een afwijking doordat ik ben gebotst. Oh ja, je hebt hem! Hoger. Opzij, opzij, opzij. Naar achter, achter. Ja, ja. Kom op. Je hebt hem. Je hebt hem onder controle. Hoger, hoger, hoger. Hoger, hoger, hoger. Hé, hey, als je R1 drukt, doet hij een salto. R1, maar dan moet je wel wat hoger. Dat is zo fout. Nee, jongen. Kijk hoe goed je gaat. Hij blijft op één plek als je niks doet, hè? Echt niet. Hij heeft een afwijking door jou. Zie je dat niet? Ja, oké. Okay. Ja, hij heeft een beetje... Oei, hè? Huh? Ging je nou zelf naar beneden? Nee. Ah. Hij stopt ermee. Is hij al leeg? Nu al! Ah. Kom het eindelijk. Ja, maar dat was wel leuk. We gaan hem opladen. Let's go! We zijn weer even vandaag in het setupie. We zijn terug. Het is alweer een dag later. Gisteren heb ik een deel weer opgenomen van de video. Sorry dat ik elke keer verschillende delen heb. Maar dat komt dus omdat ik dan weer last heb van mijn arm. Dat was de eerste dag. Gisteren was ik samen met Daan. Toen veranderde heel de planning. En bleef hij in één keer eten, moesten we boodschappen doen, toen moest ik nog voor school bellen. Allemaal chaos, maar goed, we zijn terug. En ik heb hier nu mijn PlayStation staan en ik bedacht me net ineens, ik vind het vet om in plaats van een witte PlayStation een zwarte te hebben. Nu kunnen we hem hydrodippen, spuiten, customizen, bla bla bla, we kunnen van alles doen. Maar ik ben benieuwd of jullie dat vet vinden. Lijkt het jullie vet dat ik zoiets ga doen? Laat het sowieso weten. Mij lijkt super dik om mijn PlayStation gewoon te gaan customizen. Gewoon een PlayStation 5. Ah, dat is hier. PlayStation 5 customizen. We gaan door met de Wish video. We hebben hier namelijk nog 2 pakketjes liggen. En laten we beginnen met deze. Dit zijn namelijk... Deze heb ik al heel lang liggen. Het duurde ook lang voordat ze binnenkomen. Maar volgens mij zijn dit dus lichtgevende schoenen. En als je ziet... Daar zijn ze. Dit zijn ze. Oké, ze zien er echt tamtoeskeer uit. Ze ruiken ook heel vies. Maar...
Het is natuurlijk wel grappig. Oké, het instructieboekje zit in de schoen. Oh ja, dit is wel handig. Kan je ze tegelijk opladen? Ik heb als het goed is ook de juiste maat besteld, dus ik kan ze straks ook gewoon rocken. Oh, hier zit hij joh. Kijk. We hebben twee schoenen. En als jullie goed kijken, zien jullie dat hier allebei een knopje op zit. We gaan hem proberen aan te doen. Oh ja, deze doet het meteen. Deze niet. Wow, dit ziet er best dik uit. Wow, joh. Hij laadt nu op, maar deze is blijkbaar leeg. Maar dit ziet er best dik uit, hoor. Are you ready? Pa, 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 pa. Hey, wow, joh. Deze zijn wel echt vet, hoor. Ik vind dat dit nog best wel goed is gelukt. In het donker, dit gewoon naar een feestje. Woe, dan ziet toch niemand hoe ze eruit zien. Je ziet alleen dat vette licht. Heel dik. Kijk, in het licht zie je ze bijna niet. Logisch. Nu zie ik er echt bijna niks van. Maar dit is een vet pakketje. Deze vind ik best wel grappig dat we deze gewoon hebben besteld. En dat ze ook nog werken. Als het goed is kan je ook meerdere kleuren. Deze is heel vet. Deze gaat van alles doet hij. Dit is gewoon echt een disco. Ja, yeah, ja. Yeah. Oh, niet op geluid. Dacht misschien doet hij dat. Ik vind deze echt heel vet. Dit is zeker geen sloop. Dit is echt een koopje. Goed, dan gaan we naar het laatste pakketje voor deze video. En dat is, als het goed is, weer een broek. Maar wat is dit dan? Niet te kort lijkt hij. Oké, hij ziet er heel anders uit dan op het plaatje. Maar goed. Ik ga hem wel eens even aandoen. Komt ie. 5 uur, ik word gebeld om te skaten vlakbij de stad. Ja. 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 Ik heb nu 2 broeken binnengekregen van de 4 die ik heb besteld. Dus misschien zijn die anderen wel beter. Maar voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik vond het wel weer echt een geslaagde Wish video. De drone is helaas wel stuk. Die heb ik vandaag weer geprobeerd. Maar die deed het niet meer. Helaas. Maar hij was wel heel vet. En die kostte ook niet heel veel geld. Dus voor zo'n kleine drone deed hij het best goed. Alleen ja, ik was gewoon niet zo handig. Een paar keer gebotst. Ja, dan gaat hij snel stuk. Voor de rest. Best prima producten. Ik hoop dat er binnenkort meer aankomt. En ik zie jullie snel weer bij een nieuwe video. Ik was de laatste tijd ook een beetje afwezig. Dat kwam natuurlijk door mijn pols. Maar ik ben weer terug. En ik stream ook op Twitch. Dus ga me volgen. Ik heet gewoon Quinn. Gewoon letterlijk Quinn op Twitch. Dus je kan me volgen. En ik livestream ook veel. Later.